Die straalt weer iets meer rust uit. En we zijn begonnen aan deze wedstrijd. Vandaag hebben we Urk hier op bezoek. Maarten van Dijk. El Ghassouani. Gaat zijn man opzoeken. Ja, gaat naar binnen. Gaat schieten. Nou, vervelend schotje. Balletje. Zat een zwabber. Dit is een mooi balletje voor een linkspoot. Gewoon vol richting tweede paal. Ik denk Neentjes hem neemt. Nou. Oeh, gevaarlijk. Wordt een hoekschop. Aangeraakt door Sam de Wit. Kan nu zijn blik naar voren richten. Die bal is achter Stef Nijland. Overname van Urk. Schraal weer. Gaat zijn man opzoeken. Wat gaat hij doen? Gaat er omheen? Niet te ver doorlopen. Is van ver naar achter. Bal via... Nee, ik dacht dat het over de voet ging van een DVS'er. Toch goed naar buiten toe gedreven. Ja, hij liep een beetje door en liep zich eigenlijk een beetje vast. Ja. Nee, maar hoekschop wou ik zeggen, maar... Urk drinkt een beetje aan en die moet het natuurlijk altijd hebben van inzet en van fanatisme. Ook wel... Daar moet je niet voor onder doen. Opportunisme. Ja, om... Als je denkt dat je makkelijk van Urk wint, dat gebeurt niet zo vaak volgens mij. Nee. En hoe... Bij hun is het al zo van hoe langer het 0-0 blijft, hoe meer het kan. Ja. Of een klein voorsprongetje. 1-2. Wie doet het? Rustig blijven. Oh, dat blijft ook wel. Moest ook met links. Ja, bleef lang staan. En dat beloont. 1-2. Hoekschop. Kijk, is heel veel vrijheid. Kan hij gaan achterin gooien, Jim? Ja. Oh, een hakje achterin. Kan hij om in tweede instantie? Oh, op de keeper. Die strijker staat er wel, hoor. Ik weet niet wat er is met onze bank vandaag, André. Ik weet niet of jij nog bent bijgepraat. Op de bank vandaag hebben wij Nicky van Hilton, Tariq Evra. Kijk, is de keeper iets voor zijn goal? En dan komt hij! Oei! Ja, die Sam de Wit. Precies, en DVS heeft wel het meeste balbezit. Maar ook wel wat mogelijkheden. Olijven. Is de aanname net iets ver van hem af, maar kan gerepareerd worden. Wie had ook vooraf aan het begin van het seizoen gedacht dat Erren zoveel minuten zou maken? Die heeft echt gewoon, staat bijna elke week links of rechtsback. Ja. Ja. En doet het goed. Staat altijd wel heel erg hoog. En dan krijgt hij de bal ook weer. En dan geeft hij die bal aan... Mooi gedaan, hoor. Kijk, die moet erin. Frank. Penalty. Ja. Ik denk hij wacht gewoon af. Penalty voor DVS. Het is Frank Olijven die neergehaald werd. Nou, volop de wreef. 25e minuut. Lars van Wetering. Uitgelezen mogelijkheid. Bal in de hoek. En het is DVS wat op een 1-0 voorsprong komt. Dat is heel erg lekker. Halverwege de eerste helft. Terechte voorsprong. Goeie goal. Goeie penalty. De keeper strijken de andere hoek in. Overtuigend genomen in het hoekje. En DVS hier op een 1-0 voorsprong is terecht. Nou, dit wint Urk op het middenveld. En daar zijn ze eruit. Met de nummer 11. Best wel rap. Gaat schieten. Ja, dan moet Daan optreden. Op het schot van Lucas Schraal. Tim van den Berg moet... snel handelen om de bal in de ploeg te houden. Erren draait een paar rondjes. Opening. Geeft dan de bal in het midden aan... Goed doorgegaan. El Ghassouani. Altijd mooi om te zien hè, hoe die soort naar voren drijft. Oh, wat een bal zeg! Via de verdediger. Hoekschop. Ja. Maar wat vinden die elkaar lekker? Lars had hem graag in één keer gewild, denk ik, die bal van Stef Nijland. Kwam op het juiste moment rond de penaltystip. Salasiwa. Kan een grappig momentje tussen Tim van den Berg en Salasiwa. Pak die bal. Maarten van Dijk neemt deze vrije trap snel. Sam de Wit. Lars Huber. Erren eroverheen. Nee, moet terug. Kan niet daar. Terwijl het weer een beetje donkerder wordt hier in Ermelo.
En een counter mogelijkheid komt voor Urk als ze dat snel doen. Dat doen ze snel. DVS kopje erbij. Loopt aardig door. En dat is een doelpunt. Dat is een goed doelpunt van de nummer 6 van Lucas Nagel. En loopt DVS tegen een counter op. Ja. Voor rust. Een paar minuutjes voor rust. Goeie goal van de Urkers. Dichtbij tegen Hessel Snoek aangeschoten. Dus te weinig voor een vrije trap. Zelfde situatie een beetje. Nu aan de andere kant. Straal krijgt ook wat ruimte. Strakke voorzet voor de goal. Ja, die valt 2-0 ook in. Hier hoor. 2-1. 1-2. Hensbal wordt er tegen gezegd. Ja, ja, is Hens. Ja, gebeurt dat eerder. Maar hier is het 1-2 op slag van rust. Ja, DVS kan aan de bak, tweede helft. Een beetje tweede van dezelfde situatie. Salasiwa ook achteruit lopend. Strakke voorzet van Sraal. Ik zag niet wie hem, er, wie hem afwerkte, maar... En zo komt Urk op een 2-1 voorsprong net voor rust. En als ik me niet vergis, was het doelpunt wederom van nummer 6. Lucas Nagel. Tweede helft is begonnen. Urk begint met een lange bal. El Ghazouani. Goeie bal. Tweede paal. Oh ja! Frank Olijven. Wat is die vandaag belangrijk? Is het buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. De de gelijkmaker is een feit. Lekker. Goeie bal van die El Ghazouani. Lekker hoor. Een heerlijke voorzet. 2-2. Balletje valt goed. Ballen. Romeon, deze bal is te scherp. Jammer. Ja. Dit had best wel iets meer verdiend. Goed. We zijn aan de andere kant met die bal. Ja, heel goed. Romeon. Nou, loop maar door. Romeon, yeah. Doe het maar. Doe het maar, doe het maar. Schiet maar. Yeah. Oeh, oh, goed schot. DVS, geen spelers in de warming-up. Nicky van Hilten. Urk wel. Ik denk ook dat daar zo meteen wel gewisseld gaat worden. Ja, de koploper krijgt echt op de broek. 6-0. Spelen ze met 8 man of zo? Het is een end rijden naar Hoek. Hessel Snoek ligt op de grond. Ik zou de bal er even uitspelen. Die gaf ook al aan. Ja, Hoek Snoek. Ik had het door. Ja, Snoek Duik. Dat hij gewisseld wil worden. Die zit er doorheen. Nou ja, ik heb het niet gezien, maar was vrij duidelijk. Ik heb het niet gezien wat er is gebeurd, maar wordt nu toch het veld afgebracht. Oh, daar was Nicky bij de tweede paal. Maar er stond ook een verdediger voor. Goed dit, maar daar zit... Tim van den Berg moet opletten. Iedereen moet opletten, want die gaat... Heel snel. Dat is een kaart. Ik zou het gewoon maar eens een keer proberen als ik Ieder was. Doet hij het ook. Paul is los nog, maar is ook... Nee, is achter geweest. Het is een corner. Een corner, ja. DVS laat zich een beetje... Ja, mindere fase nu. Ja. Ik kom eigenlijk na die vrije trap. Is Urk duidelijk aan het aandrukken. Oh, en daar valt hij ook hoor. Je voelt hem aankomen. Ja, die ja, dit, komt al even binnen. Dit is wel een beste dreun voor de kop van DVS. Duwen, ja. Dat is opzichtig. Ja. Urk wat 15e staat. 10 punten. We kunnen er wel een paar gebruiken. Hij gaat er makkelijk langs nu. Bal voorgebracht, blijft hangen.
geen buitenspel. Het is 4-2, 2-4 voor Urk. Weer gaat het in een heel kort tijdsbestek dat er twee doelpunten worden gemaakt door Urk. En dat resulteert dat het hier 2-4 staat. Komt-ie. Goeie. Oh, wat een redding, hé. Wat een safe, zeg. Klein keepertje. Zo. Maar wat zat hij daar boven in die hoek, hé? Keurig. Weer zo'n look pass. Er was echt helemaal niks mis met die vrijheid. Nee, en die keeper die plukt hem daar uit die bovenhoek, zeg. Ik denk de scheids de bal komt ophalen en het afgelopen is. En zo feliciteren we Urk met de overwinning. En ja, zuur voor DVS. Wij gaan nabeschouwen en donderdag zijn we er niet bij de uitwedstrijd. Dan mogen we niet livestreamen. En, dus we zijn er gauw weer. In ieder geval een fijn weekend. Nou, de druiven zijn zuur, Peter. Naar iets achter als je wil, voor het beeld is mooier. Ja, na de wedstrijd tegen Urk, verliezen met 2-4. Ja, wat is er gebeurd en wat is jouw verhaal voor vandaag? Ja, ik denk twee fases in wedstrijden. Kijk, de eerste half uur heb je volgens mij volledig de wedstrijd in handen. En natuurlijk wisten we dat zij vanuit de counter wel het kunnen. Hè, eigenlijk maken ze volgens mij beide goals uit die counter. Maar volgens mij hebben we de wedstrijd in handen. In de tweede helft eigenlijk ook. We beginnen vanaf minuut 1 hebben we, dringen wij hun terug in, op een eigen helft. Tot het moment dat we met z'n allen van het veld af moeten gaan. En we laten ze zo twee keer ontsnappen. En de wedstrijd is weg, zeg maar, bij 2-2. Ik zag hem niet aankomen in die zin. Dus ik denk, nou, we gaan nu gas erop geven. Leek wel dat zij wat vermoeid waren, maar ja. Ja, toch hebben ze het voor elkaar gekregen om ons nog klein te krijgen. Ja, nou, heel zuur. En wat je zegt, een beetje wisselend. We hadden een mooie fase, hè? Een paar wedstrijden achter elkaar. Als je dan nu naar de stand kijkt, ja, het zit allemaal dicht bij elkaar. Ja, zo zonde ook voor de periode. Nou, dat sowieso. Ik kan niet eens zeggen dat we het heel slecht gedaan hebben. Hè? Maar wel net en met name natuurlijk hoe we uitlopen naar 4-2, daar laten we ze gewoon ontsnappen. Terwijl dat helemaal niet in het wedstrijdbeeld paste, zeg maar. Dat maakt dat het nog een beetje ongeloofwaardig is of zo. Dat zijn ploeg beter is. Dan zie je dat misschien aankomen of dat we zelf niet goed genoeg zijn. Maar gewoon even een fase in de wedstrijd dat we er niet bij zijn met elkaar. En de wedstrijd is afgelopen. Is dat dan 80% arrogantie? Is dat hoe verklaar je zoiets? Ja, dan moet je naar gedrag kijken. Hè, want de rest is allemaal invullen. En gokken, maar geen druk op de bal. Dat is wat ik dan gezien heb, zeg maar. En we laten ze daar ontsnappen doordat we geen druk op de bal hebben. Ook, ik moet zeggen, wel aan de bal iets te gehaast. Daar hadden we nog wel op gehamerd toen we terugkwamen, zeg maar. Wees zuinig. En we gaan veel op hun helft spelen. Ga op zoek naar dat ene, twee, of die ene of twee momentjes. Niet te snel proberen de beslissende paas willen geven. Ja, daar hebben we ook nog wat ballen verloren, zeg maar. Van, ik denk van ja, volgens mij was hij nog niet helemaal klaar voor. Zeg maar. Ik vind het heel lastig om te benoemen op dit moment. Het is een gekke competitie. Iedereen wint van iedereen. Hè? Sparta Nijkerk verliest vandaag van VVG. Hoek wint met 6-0 van Dovo. Er is nog niet echt een pijl op te trekken. Wie nou echt de absolute... Wie gaat er echt om de... Juist. Ja, ik weet de rest van de uitslagen niet. GVV wint, dus die staan nu aan kop samen met Stedoco. Maar ja, het zit zo dicht bij elkaar. Ja, het zit ook dicht bij elkaar. We hebben ook nog geen wedstrijd dat we weggespeeld zijn natuurlijk. We hebben misschien wel fases van wedstrijden. Maar dat hoor ik en lees ik eigenlijk overal. Dus iedereen wel het gevoel heeft van, het zit inderdaad allemaal dicht bij elkaar. We hadden een slag kunnen slaan, zeker in de eerste periode. Hadden we gewoon bij moeten zitten met elkaar. Ja, nou, het verschil is 5 punten, dus dat kunnen we vergeten. We kunnen wel vast een beetje vooruitkijken naar aankomende donderdag. Hè. Dat is een mooi affiche en ook misschien wel een kans om een klein stuntje neer te zetten. Wat zijn jouw verwachtingen voor die wedstrijd? Ja, het is natuurlijk best wel een lastige uitwedstrijd. Als je maar thuis speelt, denk ik, heb je iets meer kans. Nee, maar je hebt altijd kans. Dat hebben we vorig jaar laten zien tegen twee divisieploegen Noordwijk uitgeschakeld. Natuurlijk Eindhoven, dus dat was wel thuis. Maar je hebt altijd een kans, ook tegen Katwijk, natuurlijk.
Eerst maar even een klein beetje terugblikken, herstellen en weer door, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Dat ben ik ook wel blij dat we donderdag pas spelen. Erin heeft wat last van zijn lies. Nicky heeft wat last van zijn ribben. Dus we hebben nog iets meer tijd om te stellen met elkaar. Dus, en alles weer scherven een beetje bij elkaar te rapen. Ja. Nou, nog een fijn weekend. Verschil is 5 puntjes en we gaan gewoon weer verder met z'n allen. Nou, fijn weekend. Ik wens je toe dat je nog de rest van het weekend... Fijn weekend. Maak er een mooi zondag van. Helemaal goed, dankjewel. Tot ziens.